Welkom bij het COVID-19 journaal, de 80ste aflevering. En dan doen we het anders dan anders. We zijn niet in de studio, maar op locatie in de vergaderzaal van het Lands Ziekenhuis. Natuurlijk, vandaag heeft de overhandiging plaatsgevonden van enkele beademingsapparaten. Door DP World aan het ministerie van Volksgezondheid en op hun beurt hebben ze het overgedragen aan diverse ziekenhuizen. We brengen u even naar dit moment. Ik wil u danken voor de gelegenheid geboden om namens DP World, terminal operator gevestigd in Dubai, de officiële overhandiging te doen van 5 beademingsapparaten. Ik maak hierbij dankbaar van de gelegenheid gebruik om ook de frontliners te bedanken. Zij die dag en nacht voor gedurende de crisis vechten voor de gezondheid van de samenleving. En we hopen dat met deze gesten we u een hart onder de riem kunnen steken met de donatie van de beademingsapparaten. DP World is de grootste terminal operator in Suriname. En we hebben internationale ervaring in het uitvoeren van multifunctionele havendiensten. Dat is dus voor de informatie als men niet weet wie DP World is. Eigenlijk onze legal name is Integra Port Services en we hebben de majority shares overgekocht in 2011. Ook vanwege de COVID-pandemie is de reguliere bedrijfsvoering van DP World ook sterk gericht op het Stay Safe principe, waarbij health and safety maatregelen in acht worden genomen ter bestrijding van het virus. Als terminal operator hebben we dag en nacht gewerkt op de haven. Ook omdat we het als onze kerntaak zien om de goederenstroom die Suriname binnenkomen te handhaven en te continueren. Zodat de samenleving gegarandeerd is van de eerste levensbehoeften, ook in de tijden van crisis. U als frontliners hebt dus hard gewerkt, maar wij als havenoperator kennen ook onze taak. We hebben geen dag gespijbeld, om het maar zo te zeggen. Maar we hebben dag en nacht gewerkt. Toen de regering overnam, zaten we te midden in een COVID-crisis. Letterlijk, we hadden een heel hoog positiviteitscijfer. De druk op de zorgcapaciteit nam toe. De ziekenhuizen weten het, welke inspanningen we allemaal hebben gedaan om COVID-identificatie en isolatie te versnellen. We hebben keer op keer met elkaar overleg gevoerd om de situatie snel onder controle te krijgen. En als gevolg van die aanpak werden ook steeds meer mensen positief geïdentificeerd. En het beleid van de regering, van het ministerie, was om de mensen ook snel te isoleren. We weten uit de cijfers dat er een bepaald percentage aan geïnfecteerden asymptomatisch is. Het is gelukkig in deze situatie het overgrote deel, bij de 85% denk ik, en een gedeelte wel echt klinische zorg nodig heeft. En klinische zorg, dan kan je verdelen in een verpleegzorg, maar ook intensieve zorg. Dat zijn de mensen die veelal in de kwetsbare groepen zijn en oudere leeftijd, et cetera. En mensen die dus echt wel intensieve zorg nodig hebben. En ongetwijfeld, bij COVID is een situatie waarbij een luchtweginfectie optreedt en waar de ademhaling van de persoon ernstig in gevaar komt. En vaak ook nog de persoon kunstmatig beademd moet worden. En we hebben dat gemerkt in Suriname, waarbij onze IC-capaciteit ernstig onder druk kwam te staan.
We hebben getracht en daarvoor noem ik complimenten ook aan de intensivisten, maar ook de zorginstellingen die met man en macht hebben geprobeerd met de beperkte capaciteiten zoveel als mogelijk te doen voor de zieke mens. Ook zijn met spoed intensief keerplekken gecreëerd. In Wanica ziekenhuis is er ook nog een medium care opgezet. In het academisch ziekenhuis is de reguliere intensive care de COVID care geworden, denk ik. COVID intensive care en de neonatale intensive care is de volwassen intensive care geworden. Dus met kunst en vliegerwerk hebben wij moeten dealen, hebben wij moeten doen om in ieder geval los van COVID ook nog de reguliere IC-zorg, want die is er ook, te garanderen. En daarvoor is een essentieel instrument, essentieel hulpmiddel in die zorg, en dat kan de intensivist zo meteen ook beter uitleggen, een beademingsapparaat. En dat is er hier vandaag. En die waren, en die zijn nog steeds ernstig nodig. De intensivist kan ook zo meteen aangeven hoeveel we op Suriname nog nodig zullen hebben. Want ook daar ligt de focus van het ministerie op het uitbreiden en het verbeteren van de IC-zorg. Wat hebben we allemaal daarvoor nodig? En dit kwam eigenlijk als een hele aangename donatie. En ik heb er gauw op ingespeeld door ook gelijk een goedkeuring te geven voor de donatie. Want soms, zoals het ook in uw brief staat, je mag goedkeuring geven of je hoeft het niet te accepteren. Maar we hebben gelijk erop ingespeeld. We zijn nog steeds heel erkentelijk en ik zeg het ook steeds weer. Onze frontliniewerkers, onze instellingen, die zijn wel zeer erkentelijk voor het werk dat zij dagelijks hebben gedaan en nog steeds doen, omdat COVID-19 inderdaad onder controle is. Maar er hoeft maar een klein evenement te gebeuren of een klein ding te gebeuren en we krijgen weer opleving. En het is een reële optie, omdat wij proberen te normaliseren. We willen de economie niet onder druk houden. We willen ook een beetje vrijgeven. Sociaal leven, de druk op ons is erg groot. Iedereen wil weer alles normaal doen. Het openbaar vervoer is gestart. Het onderwijsproces is gestart. Nu focussen we op het reizen. Mensen willen allemaal weer hun vakantie halen als het veilig is. Mensen willen terugkomen naar Suriname uit hoogrisicogebieden. En verwachten dat gezien onze situatie en onze aanpak van de COVID-19, dat er in Suriname feitelijk geen probleem moet zijn. Maar dat is helaas niet zo. We hebben nog steeds, en we zijn dus nu de afgelopen tijden, weken, de COVID-zorg weer gaan afschalen. Met natuurlijk de voorwaarde dat wanneer wij dat weer nodig hebben, we het weer snel in place moeten zetten. En dit zal zeker, deze 5 apparaten zullen zeker een wezenlijke bijdrage leveren aan het ultieme doel uiteindelijk. Namens de hele familie Slaans Hospitaal, dank voor u, mevrouw Fleur, voor de Fleur, voor de gesten. En we kijken uit naar nog meer samenwerkingsmomenten in deze public-private relationship die wij vandaag officieel inbedden. En ik kijk echt naar u vanuit een gender view, naar uw visie met betrekking tot de zorg en uw bedoelingen. Dank u.
We gaan ook even in gesprek met mevrouw Warley, die aangaf hoe belangrijk zo'n beademingsapparaat is voor een ziekenhuis, maar ook voor een ambulance. DP World heeft vandaag aan het ministerie van Volksgezondheid 5 beademingsapparaten, transportbeademingsapparaten overhandigd. En het ministerie op zijn beurt heeft dat dus aan de 5 ziekenhuizen in Paramaribo overhandigd. Ja, zo'n apparaat wordt gebruikt bij beademing van patiënten. Het is ook nog een transportbeademingsapparaat. Dus het kan ook wel binnen de ambulances gebruikt worden. Zoals u weet heeft het ministerie recent ook nog ambulances gegeven aan diverse instellingen. Dit apparaat kan dus ook in die ambulances gebruikt worden voor transport van patiënten die dus aan de beademing moeten. Maar het kan ook nog gewoon gebruikt worden op de afdelingen medium care en intensive care. Het gaat om 5 apparaten die het ministerie heeft ontvangen en die dus verder aan de andere ziekenhuizen zijn afgegeven. En als we goed hebben geluisterd naar de sprekers, dan is er duidelijk dus meer behoefte aan meer beademingsapparaten en het ministerie werkt daar ook aan. Het ministerie van Volksgezondheid heeft lange lijsten van alle ziekenhuizen binnengehaald van apparatuur welke ze nodig hebben. En die lijsten zijn dus allemaal ook verder doorgeleid naar diverse donoren die we in beeld hebben. Dus wij hopen dat binnen niet al te lange tijd wij ook richting de ziekenhuizen wat meer aan apparatuur kunnen schenken. Omdat we allemaal weten dat financieel de ziekenhuizen het niet zo makkelijk hebben. En aanschaf van een dergelijke apparatuur is al vrij duur. Hè? Al boven de 10.000, 12.000 US voor het simpelste beademingsapparaat. En hoe geavanceerder, hoe duurder. Dus het zal zeker meehelpen als het ministerie via hun donoren wat meer andersoortige apparatuur ook kan krijgen en richting de ziekenhuizen kan brengen. Zo heeft u kunnen kijken naar de overhandiging van de beademingsapparaten en natuurlijk ook de minister kwam aan het woord. Dit was het dan voor wat betreft het COVID-journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer en dan hopelijk in de studio. Goeiedag.